ontvangen hier binnen te brengen en voor te staan aan de moorddurse activiteiten over heel de wereld, is het niet mogelijk geweest dat hij vroeger hier was dan vandaag. Het is een mens die mijn alle verhalen vertaald heeft, dat Kuifje mij vertaald heeft. Alle avonturen van Kuifje heb ik weer gevonden hem. Van het moment dat hij zijn mond opent en dat hij zegt, luister kijk waarom, ik zat zo diep onder zee. Ik heb daar een 17e eeuwse haljoen vastgehaald, naar boven gedaan. Ik heb maanden erover gedaan om een kanon te scoren en een kanon naar boven te krijgen. Omdat het niet zo ontploffen achter al die jaren. Beste vrienden, echt, ik wil een motor voorstellen dat je er, Martijn van Drommen, zeearcheoloog, duikersbedrijf, mijn zoon werkt al jaren bij hem, door zienschuld. Dat is een mens die vertelt, ik heb een sprutje gevonden, ik heb dat sprutje in tweeën gespleten, en in dat moment laat je je zodanig gewoon tegen altijd Tolstoj persoonlijk aan Jon vertelt hoe dat een oorlog gewonnen had. Daarom wil ik aan dat je hinder bevriend zit en dat je hinder luistert naar een moot van wie die Martijn van Drommen noemt. En ik wil dat hij nu zichzelf voorstelt aan Jon. En nu ik, hè. Mensen maken serieuze fouten in hun leven. Een van mijn grootste fouten die ik ooit gemaakt heb, is ik ben bevriend geraakt met Baron zijn middelvinger. Maar ik ben er ongelooflijk trots op dat ik bevriend ben met een van de meeste, grootste, geweldigste anarchistische kunstenaars die Europa en de rest van de wereld voorgebracht heeft. Kom maar op. Verschrikkelijke vent is dat. Kom maar op. Ja. Maar helemaal geweldig. Ik ben er echt trots op. Nu, goed. Ik wou ook de groetjes overbrengen aan mijn mama en mijn papa. Vanavond. Mag dat ook niet? Ja. Nu, je had mij gezegd dat de vrolijke vrijagevrienden, dat dat nogal een bende is. En ik moet dat eigenlijk wel bekennen, dat is verschrikkelijk. Wat doen wij? Ik ga het kort houden, ik ga geen lang verhaal vertellen, want zo een 22 minuten geleden bij het voorrecht zei hij, apropos, het is hier de gewoonte dat u voorstelt, en dat was zo ongeveer het eerste wat ik ervan hoorde. Dus het is echt uit het vuistje. Wat doen wij? Ja, wij doen het onder water. Voilà. Ja, met veel plezier. Koud of warm maakt niet uit, wij doen het onder water. We doen alle mogelijke activiteiten, alle mogelijke werkzaamheden onder water. Wilt u een grote werken, maakt niet uit wat. Wij doen dat ook, maar onder water. Bekistingen bouwen, beton storten, lasten, branden, slijpen, breken, plooien, fouten maken, doffe ellende veroorzaken, filmen, fotograferen. Dat je neem erop zit. Ja, zoiets. Hè. Dat doen wij dus onder water. Om een paar voorbeelden te geven, en dan ga ik het dan niet langer trekken, want... Hè, is dat allemaal eigenlijk wel zo boeiend. We hebben bijvoorbeeld alle duikwerken gedaan op de tricolor. Dus hebben we alle, dat ding was gezonken, maar we hebben er nog heel veel gaten in gesneden om hem uiteindelijk boven te krijgen. Wij hebben bijvoorbeeld heel recent, gisteren, een aantal gaan dat zeker weten, dat autowrak in Nieuwpoort boven water gehaald, waar die twee mensen nog in zaten, nadat ze 20 jaar geleden van het scherm verdwenen waren. Dus dat hebben wij gisteren geborgen. Dat is ook zo'n voorbeeldje. Wat hebben we ook gedaan? Inderdaad, een jaar of veertien geleden hebben we een kraak gevonden. Heel toevallig. Eigenlijk niet zo toevallig. We waren op zoek naar een andere kraak. Een kraak ongeveer een 4 mijl noord voor Zeebrugge. Dat blijkt dus een Vlaamse kraak te zijn. Die moet gezonken zijn ergens eind, ja, tussen 1480 en 1522. Bravo! We hebben daar ongeveer een goede 1000 voorwerpen afgehaald. Die zijn allemaal
allemaal op een deftige manier geconserveerd, we hopen dat toch. Een bombarde, een van de allereerste bombardes ter wereld. En vooral, echt waar, nu ben ik heel serieus, het oudste maritieme stuk geschut ter wereld hebben we eruit gehaald. En dat staat nu te pronken in de hal van de MBZ in Zeebrugge, dus van de maatschappij der Brugse zeevaartinrichtingen. Het grote havenhuis van Pierre van Damme. Daar staat dat te pronken, maar die 999 andere objecten, die zitten ergens in koffers op een verborgen plaats. En alsjeblieft, als je erbij kunt bij helpen, wij zoeken één museum. Bijvoorbeeld. Een boom. Voilà, we gaan er eentje boven. Voilà. Nu... Ik zie nog geen tekst. Ja, er gaan jou verschillende handjes omhoog. Maar allee, nu gaan die handjes wel zakken, we hebben geen geld tegen. Ja. Waarom? Hartelijk dank dat je mij hier uitgenodigd hebt. Ik vond het ongelooflijk fijn, echt waar. En ik hoop dat er zo nog een eindje voor. Dank.